Je weet toch die kookcursus waar ik je over verteld had? Ze hebben me daar leren koken met alleen maar gezonde producten. Zou je ook eens moeten doen, dus top. En die APK-keuring die ik moest doen, mijn auto ging er vloeiend doorheen. Ik was zo blij, hè. Het scheelt me toch weer geld. En het... Hallo, luister je wel? Hallo! Volgevreten uit de kluit gewassen aardvarken. Sophie, je bent fucking dik, vatzig wijf. Hier, neem gewoon dit een keer. Dik wijf. Zoek gewoon hulp! Nee, nee, nee! Niet doen, Sophie! Afblijven! Oh! Niet doen, meid. Wat doe je jezelf aan? Oh, nee! Niet doen! Stout! Af! Nee, af! Wie de fuck ben jij? Nou Sophie, welkom in mijn kliniek. Dit is mijn personal bespreekkamer. Waar heb je last van? Ik eet... Nee, maar wat zit je dwars? Die bosse bol is het probleem, Sophie. En wat je daar eigenlijk... mee moet doen is afstand nemen, distancieren, begraven, ophangen, koekoeksklemmen. Het is de oorzaak van je succes geweest, maar het kan ook je downfall worden. Meestal zijn het mensen die problemen veroorzaken in andermans mensen hun leven, zoals je waarschijnlijk vaak ziet op reality tv. In dit geval is het niet een persoon, het is echt een bol. Het is een bossenbol, een bol uit bos. Deze ga je uit je leven halen. Ja? Dan, hoe doe je dat normaal met mensen, als je uit je leven wil hebben? Inderdaad. Begrafenis. Ja, nee, maar het is wel veel mensen die iemand verliezen, volgt daarna een begrafenis. Je kan het ook omdraaien. Je kan ook de begrafenis plannen om iets kwijt te raken. En dat is wat jij moet gaan doen. Volg je me nog? Ja. Oké, want het is natuurlijk spiritueel. We zijn hier met z'n allebei gekomen om afscheid te nemen van de bossenbol. We zijn dankbaar voor onder andere de parodieën, de chocoladevlekken en natuurlijk die 8 extra kilo's lichaamsvet. De bossenbol bracht Sophie veel meer in de Oké, dit woord vind ik iets te moeilijk. De bossenbol bracht Sophie veel meer dan cholesterolproblemen. Wat gaf het je eigenlijk allemaal? Niet zoveel volgens mij. Misschien wat zwaardere botten? Vanaf de eerste hap, vanaf het eerste moment, dat het gelukzalige gevoel haar berispte, wist ze dat de liefde hevig en puur was. Pure chocolade. Maar niet voor altijd. Hoe moeilijk het ook is, we moeten het loslaten. Kom er zo aan! We moeten gewoon doorgaan en verder gaan. Niet te begrijpen. Fijne dag nog. Niemand weet wat koekoek zijn als we jou kijken. Maar... Wat? Ik heb een beetje water geschreven, dankjewel. Heb je iets van, ik weet niet, carpaccio? Ja, zo. Eén carpaccio?